inmiddels staan de vlogs online en is de storm gaan liggen en de tent staat nog. Hoe dan? Ik vind het echt wel eigenlijk een wonder. Hoe dan? Ging zo tekeer. Maar goed, ik heb hem weer strak gezet. Nu moet het drogen en dan morgenavond kan ik weer in de tent slapen. Morgen wordt het beter weer. Yeah! Nou jongens, het is wel waarschijnlijk niet geloof, maar het blijft waarschijnlijk droog. De hele avond en er komt nog steeds zon. Zelfs tot zonsondergang. Dus mijn luchtbed is alweer droog. Het gaat alleen om de onderkant van mijn slaapzak. Die is nog nat. En als dat droogt voor 12 uur, nou, dan kan ik gewoon weer in mijn tent. En deze kleding was allemaal nat. Ik heb de hele tent al uit. Ja, bijna al het water hier is niet zo erg. Dat droogt zo op. Daar is alles al uit. Dus ik heb nu alles tegen elkaar opstaan. Nou, dan kunnen we gewoon het schone lijf beginnen. God, wat fijn. Had toch ook niet meer gedacht. Dus nog even geduld en dan gaan we gewoon verder waar we gebleven waren. Dat dus. Ja, goedenavond. Ja, ik zit in mijn voortent. Ja. Ik had niet gedacht dat ik vanavond nog weer in mijn voortent zou zitten. Alles is droog geworden in de zon. De zon heeft nog geschenen eind van de dag. Heerlijk gedoucht, ik ben knettermoe, maar ja, ik wil dus niet te vroeg naar bed. Maar ik heb echt zin om te slapen, ik hoop dat ik echt nou vannacht eens goed slaap. Dan ben ik eigenlijk een koude brunchje aan het breien, maar ik heb het heel koud, dus ik had echt zoiets van, oh, ik had wel een deken of we heen willen hebben. Dus dit helpt een klein beetje. Dus dat ben ik aan het doen. En kijk, al staat hier weer. De tasjes enzovoort. Hopelijk blijft het droog. Nee, het blijft droog. Dat is zeker waar. Maar ik ben nu een beetje huiverig dat het ineens weer lospast. Maar de voorspellingen zijn nu droog. Dus dat is wat ik aan het doen ben. Deze woensdagavond. Tot morgen. Goedemorgen. Kijk, dit is een beetje wakker worden. Ik werd wakker van de zon. Het is al heel warm. Hier de vliegtuigen vliegen allemaal naar Schiphol. Het dalen volgens mij. Mooi gezicht, hè? Dus ja, ik heb goed geslapen. Wel veel wakker geweest doordat ik weer moest plassen. Maar we zijn weer... als het zo blijft, vinden we het beter. Hebben we meer lol. Ja, ik dacht ineens, ja, dat is ook zo. De Steven West Mystery niet zakken niet te lang begint. Zal ik zo meteen 10 uur wel, denk ik, het eerste deel van het patroon krijgen. Dus had ik echt niet meer aan gedacht. Dat is wel erg leuk. Ik heb het patroon gisteren gekocht. En dit zijn mijn kleuren. Die en die. En dit wordt hem. Hij zei gisteren nog in het filmpje, waar je de kleur waar je het meeste van wil zien, moet je als hoofdkleur gebruiken. Dus dat is deze bij mij. En dit dan is de contrastkleur met glitters. Leuk hè? Dus ik heb alles klaar. Mijn Notions pouch. Ik heb nog een ander Notions doosje mee met allerlei dingen. Hier zit alles in wat ik van Linda had gekregen van Wohobby. Ik heb mijn needle gauge meter van Steven West mee. Oh ja. Mijn knitter baby. Die had ik al van de vorige call. Tas natuurlijk. En nog een. Hier zit nog een schaartje ook in. Goh jongens, ik heb 3. Ik ben goed voorbereid. Het enige wat ik niet had, oh ja, dat zie ik nu. Nee. Dat was een centimeter. Zit dat ook niet hierin? Dat was een beetje stom. Dus ik heb alles bij me behalve centimeter. Maar ja, dat zullen we denk ik nu hopelijk niet nodig hebben als moeder. Maar als ik het patroon volg, hoeft dat ook niet. Dus ja, met DPN's heb ik deze. Hij adviseerde nog wel, je kunt er ook 2 tegelijk op zetten. Ik heb wel nog een DPN setje vrij. Misschien dat ik dat ook doe, maar dat ligt een beetje waar ik zin in heb. Mooi hè, deze. Dit is de kleur kamperduin. Of de serie kamperduin, die heb je in meerdere kleuren. Maar dit is dus... Welke kleur is dit ook alweer? Even kijken hoor. Die komt van West Yarn, hier uit Schorl. En het is kleur lucht. Maar het is, die serie heet kamperduin. En ik zit hier in bij Kamperduin. Dus dat is zo leuk, vind ik dit. Leuk, hè? Dat het dan allemaal samenkomt. Nou, het staat even niet. Het wil even niet. Dus dat gaan we doen deze ochtend. Ja, vanmiddag ga ik echt nog wel even naar het strand. Want dat kan ik niet laten.
Nou, we zijn weer op het strand, richting het strand. Het is echt heerlijk weer. Het is heel warm, maar het is al een beetje fris in de wind. Een vest bij me. Dus we gaan weer naar Kamperduin aan zee. Hier zijn we lekker op het strand bij Kamperduin. Mijn vader zit te kletsen, dus ik klets er even wat overheen. Het was helemaal niet druk die dag, maar wel echt lekker. Maar je moest wel je kleding aanhouden. Je kon niet echt in je bikini liggen. Cindy was ook mee. Die zit heerlijk ook in een stoeltje. En we hebben genoten. Kijk, daar ben ik met Cindy. Nou, we zijn even bij het strand. Ik liep over al die... Ik hoop dat jullie me horen. Ik liep over al die schelpjes met een bloot voet. Nou, het is wel pijnlijk. Nou, dit is de dag na de storm. Cindy is ook mee. Ze heeft de haar voor... Ik heb een hoofddoekje vergeten. Nieuwe breien, maar ik heb geen breiwerkje meer naar het strand vandaag. Geen zin in. The day after the storm. Tada. Ik zit nog even alleen op het strand. Mijn vadertje is al weg. Het is wel heel mooi weer, maar het is wel fris. Dus ik fiets zo even naar Schorl. Ik ga even bij de klimduin kijken. Even naar de Jumbo. En vanavond gaan we barbecuen op de camping. Zo, ik ben onderweg naar Schorl. Ik ben nu halverwege. En heb je heel grappig, langs het fietspad heb je ook zo'n soort van mini klimduintje. Hier, als ik hier links ging, dan zat ik 2 jaar geleden in een huisje. Dus ik ben helemaal door het bos gefietst, of door het fietspad achter Groet langs. En ik ga nu daarheen, naar Schorl. Zo zie ik eruit. Het was nog wel heerlijk op het strand, maar af en toe was de zon weg. Dus ik dacht nu, gaan we even lekker shoppen. Ja, nu ben ik op de terugweg. Ja, ik heb in Schorl niks gefilmd, dus ik moet nou te bedenken. Oh ja, een klein stukje van de klimduin wel. Maar kijk eens dit uitzicht dan. Oh, ik zat ooit in deze straat, de Herenweg. Daar zit een hele leuke, 2 leuke huisjes. 1 is een 3-persoonshuisje, dat had ik gehuurd met kinderen. En 1 een 4-persoonshuisje. En die huisjes bestaan nog steeds. Dus als ik fietste er net langs, ik dacht ja, ooit ga ik weer naar dat huisje, want dat was zo kneuterig. Er zat was niks, geen luxe in. 3 slaapplekken. Maar heel leuk. Juist doordat er niks, geen luxe in zat. Geen afwasmachine en dat soort dingen. Was het een hele leuke vakantie. Dus dat is echt een aanrader. Wisteria heet ze. Dus tip van Flip. Als je een leuk 3-persoonshuisje of 4-persoonshuisje zoekt. Wisteria in Schorl. Dan google je dat en dan vind je het. Ik ga erheen volgend jaar, denk ik. Kijk dat dan, wat een schattig huisje. Huisje Harry. Oh, daar wil je toch zitten? Eigenlijk moet ik daar informatie vragen. Zo, inmiddels ben ik begonnen met de boord van de sok. Het breidt heel leuk op deze schattige wol. Zo heel lekker zacht. Maar ik ben zo moe. Ik heb echt... Ben ik moe van het strand, van het... In de zon. Oh, heel erg. Dus ik ga er wel even door. Moet ook wel, want het is nog hartstikke vroeg. Het is 7:30. En ik heb een heel leuk notitieboekje gekocht vanmiddag. Ik ga geen breidagboek bijhouden, want daar ben ik geen type voor. Maar ik dacht, zo'n notitieboekje is wel handig. Dat je dan toch wel korte notities maakt. Ik zal het even showen. Ik heb dit leuke kaartje bij de Eco Plaza gekocht. Daar hadden ze leuke kaartjes. En... Ja, dan ga ik gewoon toch korte notitietjes maken. Zo van wat we aan het doen zijn, heel in het kort. En dat ik dus die Steven West Mystery in deze wang begin. Dat is het een beetje. Dan ga ik wat leuke dingen bij plakken. En ik heb nog een hele leuke kaartjes gekocht. Deze vond ik helemaal leuk.
Maar deze kaartjes zijn groter dan normaal, dus die past er niet in dit boekje. Maar die ga ik hierin plakken. Deze ook. Ook zo leuk. En deze vond ik ook helemaal leuk. Deze had ik ook bij Ecoplaza gekocht. Zo'n heel gelukkig mensje zit in het huis. Dat ben ik dan, hè. Leuk, hè. Dus dit is mijn nieuwe aanschaf. Dit boekje had ik bij de Jumbo gekocht, maar is van de HEMA. Bij de Jumbo en zijn HEMA dingetjes. Dus dat vond ik wel leuk. En er zit zo'n elastiek aan. Oh, en er zit inderdaad af en toe zo'n bladzij in. Waar je dan zelf een kaartje in kunt steken. De eerste en dan om de zoveel. Kijk. Nou, dat is toch leuk. Alternatief voor een breidagboek. Want ik denk niet dat ik dat bijhoud. Nou, dit is ook nog wel de vraag. Maar hier kan ik ook makkelijker meenemen. In mijn tas doen en als ik iets moet opschrijven of zo. Nou, doe ik dat hierin. Dat was de bedoeling. Oh ja, en ik heb nog wat leuke pennetjes allemaal in de opruiming gekocht van het tape bij het kruidvat. Stiften. Ik had er niet zin om te kleuren. Ik ben net zo'n klein kind. Die op vakantie. Oh ja, pritstiften waren ook echt voor de helft afgeprijsd. Gekleurde pritstiften kan ik wat inplakken. En nou ja, niet dat ik dit soort dingen helemaal niet heb thuis, maar ja, ik was niet thuis. Hè. En leuk etui met bloemetjes. Goh, wat leuk. Dus dat heb ik gedaan. En ik heb mijn tweede kopje koffie. We zijn flink verkleurd vandaag, maar dat laat ik lekker niet zien. Want ik zie er heel verlept uit. Nou, tot later. Goedenavond. Nou, het is inmiddels 10:00. Donderdagavond en je gelooft het niet, maar het is windstil. Waar die bomen gisteren nog alle kanten op zwiepten, is er nu geen zuchtje wind. Vandaag nog wel overdag, maar nu heerlijk. Morgen wordt natuurlijk ook heel mooi weer, 26 graden. Ja, mijn vadertje slaapt al lang, die was weer moe, ik was ook moe. Hoor. Deze. Door de zon, we zijn wel naar het strand geweest en best flink verkleurd. Maar goed, ik heb toch de kuffjes gebreid van Steven West, Mystery Knit Alone. Ik had mijn hoofd er nog niet naar staan om aan het patroon te beginnen. Dus dat doen we later, misschien morgen of anders thuis, dat weet ik nog niet. Nou, dat dus. Maar ik dacht, ik ga nog even lopen, nog even naar de dijk. Nou, tot later. Goedemorgen. Nou, ik heb gisteravond de eerste boord gebreid en nu van sok 1 dit deel. Nu ga ik eerst douchen en naar het strand. En vanavond ga ik dan met het kleurwerk beginnen. Nou, is wel goed te doen. Het is helemaal prachtig geworden. Heel leuk als je dat zo ziet. Dus dat is gelukt en ik ben, was om 6:15 wakker. Het is heel warm, maar ik zit nu in de voortuin, dus ik ga eerst even lekker fris douchen en daarna nog even wat eten en dan gaan we vanmiddag naar het strand. Kijk, daar zijn we weer, maar wat een ander gezicht nu. Heerlijk. Oh, ik heb wel insmeerspul bij me, want anders verbranden we. Wauw. Nou, ik zit. Het is echt heerlijk. Het is gewoon warm. De wind is ook warm. Dus lang leven de genieteritis. Nou, ik zit nog steeds op het strand. Het is inmiddels 4:00. Maar het is wijs om nu weg te gaan. Want ik vond dat je zit echt te verfikken. Te verbranden. Ik heb me wel goed ingesmeerd, maar het is echt te heet nu. Maar ik kan al zo moeilijk afscheid nemen. Want dit, kijk dat uit. Dat is toch fantastisch. Die schittering over het water als die zon wat lager komt. Oh, ik hou ervan. Misschien moet ik vanavond nog even terug met de zonsomgang. Ja, dat is wel goed. Dus ja, ik ga het wel doen. Ik ga wel weg, want ik ben echt te verbrand, denk ik. Zit die hele tijd een mot? Ik zat te breien en ik denk, ja, die mot die denkt natuurlijk lekker een bolletje wol. Ik heb het nodig. Maar goed, dus we gaan nu wel weg. Omdat ik anders denk ik echt te lang in de zon zit. En misschien ga ik dat wel doen straks. Zonsondergang. Dat ik tegen 8:30 hier terug ga en dan nog even een tijdje ga zitten. Oh, wat een goed idee. Dat gaan we doen.
Kijk, hij heeft een beetje een andere vorm, neemt hij aan. Volgens mij zit er toch een, in de verte een inimini wolk voor. Kijk dan, hij wordt helemaal... zie je dat? Ja. Wat zie je dan vanaf hier niet? Hij zakt niet echt in de zee, volgens mij nu. Dat is het gezichtsbedrog. Nee, hij zakt wel in de zee, nu. Dat is gezicht weer. Hij heeft een andere vorm. Ik wacht nog even tot het laatste. Het laatste dagje. Mijn vader die wil niet meer mee. Die gaat lekker rommelen bij de tent, bij de caravan een beetje opruimen. Dus dat. Kijk, er is kofferbakmarkt. Daar had ik niet meer aan gedacht. Dat is altijd op zaterdagochtend. In juli en augustus. Dus ik ga nog even met de fiets langs. Natuurlijk. Op de markt 1 euro per stuk. Hele leuke keramische gepotskleiden. Pottenbakte mokken. Handgeschilderd. Volgens mij uit een van het land 1 euro per stuk. Ja, helemaal leuk. Echt super, nu al helemaal super leuk. Dus dat heb ik gekocht, verder niet. Er staan altijd heel veel leuke kraampjes. Maar ik gun me meestal geen tijd voor. Ik wil altijd gelijk naar het strand. Maar ik dacht nu, ja, ik loop er toch even langs. Het is gelukt en nu zit ik heerlijk op het strand. Het is 11 uur. Het is heerlijk weer. Het is echt. Ik was bang dat het veel benauwder zou zijn vandaag. Maar tot nu toe is dat niet zo. Het is heel lekker winderig. Nou, we gaan lekker genieten. Zo, ik ben terug van het strand. Ik dacht, ik ga nog een filmpje maken met dat leuke veulen. Maar nu staat hij net bij precies achter zijn moeder. Zo mooi vind ik dit. Het was knetterheet. Ik ben heel rood en bruin. Ik kon het niet meer volhouden. Ik dacht, nee, het is volgens mij 1:30 of zo. 2:30. Ik denk, het is genoeg geweest voor deze week. Zo, ik dacht even iets dichterbij. Kijk, dat wel lieve, mooie paarden. En zoveel. Nou, we zijn druk aan het opruimen. Doen we rustig aan. 7 uur rijden we weg. Maar we doen elke keer een stukje. We hebben ondertussen nog even gebarbecued. Een paar stukjes kip en wat brood enzovoort. En hier staan al mijn tassen. Ach, eigenlijk is het ook zo gebeurd, maar het is zo heet vandaag. Dus we gaan, ik heb al 1,5 liter water weer op. Oké, even onder het parasolletje zitten. Of daar, voor de caravan. Dus dat was een weekje groet. Ondanks de storm was het een hele leuke week. Veel vitamine D opgedaan. Goedemorgen. Nou, ik ben heerlijk weer in mijn eigen bed geslapen. Wat is dat fijn. Na een week op het luchtbed in de tent. Kopje koffie in mijn nieuwe leuke beker van gisteren. En ik ga eerst even wakker worden. Ik schrok wel wakker, want ik kreeg een berichtje heel vroeg. En, of heel vroeg, ik las het net dus pas.
dat ze Renske is overleden van Renske Creatief. En dat vind ik echt heel heftig. Het was een hele erge ziekte wat ze had. Maar helaas had mijn moeder het ook. Alleen mijn moeder had alvleesklierkanker. En volgens mij had Renske alvleesklierontsteking. Dus het is echt heel heftig. Heel na, veel te jong. Och, mijn god, ik rekende uit dat ze 42 was of zo. Nou ja, ik heb altijd heel genoten van haar filmpjes. Dus het is echt een gemis. En zeker voor die man en die kinderen. Oh my goodness. Hoe dan? Dus daar was ik een beetje van de slag van. Zo, en zometeen ga ik de boord opnieuw opzetten van Stephen West Mystery Knit Along Sock 2. Want ik heb hem uitgehaald gisteren. Ik was helemaal goed. Ik was bijna het eind. En toen had ik één keer een herhaling overgeslaan. En toen was ik al met de volgende begonnen. Ja, toen klopte er niks meer van. Toen kon ik het niet meer bedenken hoe ik het terug moest breien. Dus toen heb ik het gewoon maar uitgehaald. Zover was ik toch nog niet. Ik ga een bord breien en zo klaar. Dus dat ga ik opnieuw doen. En dan ga ik denk ik het filmpje maar, het zondag vlogje maar online zetten. Want ik heb best wel veel, denk ik, stukjes gefilmd in groet. En misschien is het dan weer een kortere vlog, maar dat is meestal op zondag. En dat vind ik zelf niet zo erg. Iets minder werk met editen. En nou dat. En Poekie ligt heerlijk naast, maar die is helemaal blij dat ik er weer ben. Oh ja, het was wel grappig. Ze was buiten toen ik... Zal ik laten zien. Toen ik terugkwam en toen zei mijn zoon... Ja, jammer dan, ze is buiten. Die is te hot op. Maar ik riep één keer en... Pup, ze kwam er al aan. Echt heel watje zo omhoog. Zo van, nou, yeah. Ze gelijk bij me ligt. Echt heel lief. Dus blij dat ik weer in mijn eigen bedje lig. Ook wel weer blij om thuis te zijn. Want het is heel leuk om weg te gaan. Maar oh, ik ben toch wel echt... De laatste tijd heel graag thuis. Dus om echt wel af te vragen of ik nog wel weg moet gaan. Ja, korte tripjes. Maar ik vond deze week... Tuurlijk, het is hartstikke leuk. Maar het duurt dan ook echt best wel weer lang. En thuis gaat allemaal prima door. Hoor. Daar hoef ik helemaal niet bang voor te zijn. Maar ik weet het niet of het me nog zo gelukkig maakt. Ja. En het kamperen. Ik denk dat niet meer zo'n kamperen... Het gekrepperen, dan moet je heel de tijd uit dat luchtbed kruipen om naar de wc te gaan. Ik moet al wel zo vaak 's nachts naar de wc. Ja, het weet niet. Het is allemaal een beetje behelpen. Dus ik weet niet, ik ga er goed over nadenken of ik dat weer wil ooit. Ik ga toch liever dan 3 dagen in een hotel naar Londen, bewijs van wat ik ook vaak doe. Vaker korter weg dan... En dan was ik maar een week, maar langer zou ik sowieso niet willen. Nee, echt niet. Grappig is dat, hè? Misschien heeft dat ook wel met de leeftijd te maken. Ik ben ook heel bang, heel bang. Onderweg ook. Het was zo druk op de snelweg, zoveel auto's. Ik werd helemaal gek daarin. Rond Schiphol op die snelweg. Ik was er helemaal niet gelukkig van. Ik was er zo ongelukkig van. Dat ik denk van, Nederland, ja, sorry, ik mag niet zeggen, maar Nederland is veel te vol. We zijn met... Vooral in dat deel van Nederland. Ik ben blij dat ik in Twente woon. Als je hier dan weer heen rijdt, dan is het altijd wel weer wat minder. Maar wat een verkeer op de weg. Ook op de heenweg. En dan moet je dus helemaal langs Schiphol, de A9. Het was gewoon 3 uur rijden. Gisteren hebben we het 3 uur over gedaan. Ja, mijn vader vindt dat dan niet erg. Maar wij reden natuurlijk met caravan. Dan kan ik ook niet het stuur overnemen. Maar goed, ik was weer lekker gestrest in de auto. Niks voor mij. Tot nu weer doen. Gewoon lekker met de trein. Nou, tot later. Ik denk dat het hierbij blijft voor vandaag en voor de zondagvlog. En dan zie ik jullie donderdag weer. Hé, Poekie.